ik vraag me nu al een paar dagen af, zou ik een verrader kunnen zijn? En dan bedoel ik de verraders, het spel, de verraders, een verrader. Ik ben namelijk helemaal in de ban van de verraders. Ik heb 2 seizoenen gekeken in 2 weken tijd of zo. Oeps. Komt even een vrachtwagen langs jokkelen. En nog één. Nog één. Hallo. Nog één. Weer op te nemen, ja. Maar goed, zou ik dus, als ik zou meedoen aan het spel de verraders, een verrader kunnen zijn? Dat spookt gewoon in mijn hoofd. Je kunt het nu dus ook zelf spelen. Ik ga het je even laten zien. En dat hebben wij dus gedaan op vriendenweekend. En het was oprecht echt heel leuk. Dus ik denk, ik ga het gewoon jullie laten zien. Misschien raak je, net als ik, geïnspireerd. Nou kijk, dit is dus het bordspel. Ik heb natuurlijk alles mooi bewaard. En zoals je ziet had Leonie gewonnen met 45 punten. En dan alles wat er in de doos zit. Natuurlijk de ronde tafel, het speelbord. En daarbij heb je natuurlijk je rol nodig en je speelt voor zilver. Nou, dit zijn de rollen. Je hebt 1 verrader en 5 getrouwen. En je moet missies uitvoeren en met die missies krijg je dus zilver. Of kan je een beloning in de wapenkamer verdienen. Echt superleuk. Trouwens, dit spel is dus ook echt van de makers van de verraders. En in combinatie met Identity Games, die maken superleuke games, spellen. En dit is ook echt dus heel goed gelukt. En RTL, mocht je ooit nog iemand zoeken voor de verraders? Kom meedoen!